Wie is eigenlijk de baas op het internet? Is dat Google, de overheid of ben jij dat? Kom erachter in de serie De Baas op het Internet. Missie 4. Bouw een escape room. De Baas op Internet is ontwikkeld door Waag, Bits of Freedom en Netwerk Democratie. Ga naar debaasopinternet.nl als je meer informatie wil. In de vorige missie heb je ontdekt dat encryptie het versleutelen van gegevens is op basis van bepaalde afspraken of algoritmes. En je hebt 3 geheimtalen geleerd. Maar versleutelde berichten zijn ook weer te hacken. Niet alle vormen van encryptie zijn namelijk even sterk. Daarom gaan we in deze missie, met behulp van de encryptiemethodes die je geleerd hebt, een escape room bouwen. Je gaat zelf versleutelde berichten maken die iemand anders moet proberen te hacken. Dat kan thuis of in de klas. Voor deze missie is het daarom leuk als je minstens met z'n tweeën bent. Iemand om de escape room te bouwen en de ander om hem te spelen. Je kunt dit thuis doen, maak een escape room voor je broertje, zusje, vader of moeder. Of in de klas, maak in groepjes escape rooms voor elkaar. En je kunt de escape room ook prima als team van meerdere mensen spelen. Wat heb je daarvoor allemaal nodig? Normaal gesproken geef ik je nu altijd een lijstje met alle benodigde materialen. Maar dat is in deze missie iets anders. Hieronder vind je 3 escape room templates, variërend in moeilijkheid. Ze geven je een stappenplan over hoe jij een escape room kunt bouwen. Maar natuurlijk mag je ook zelf een escape room verzinnen en de puzzels aanpassen. Op elk template staat een lijstje met de dingen die je nodig hebt. Maar laten we eerst eens kijken wat een escape room precies is. Een escape room is een spel waarbij je alleen of met meerdere mensen in een kamer of ruimte wordt opgesloten. Het doel is om te ontsnappen door het oplossen van puzzels en raadsels en door het uitvoeren van opdrachten. Meestal ook nog binnen een bepaalde tijd. Het spel is zo uitdagend dat maar een klein deel van de spelers zonder hulp ontsnapt. Maar dat maakt het juist zo leuk. Een escape room heeft vaak ook een thema en een verhaal. En natuurlijk een oplossing. In een goede escape room brengt elke puzzel je een stapje dichter bij de oplossing. Oftewel, je ontsnapping. In Nederland zijn een heleboel professionele escape rooms. Maar je kunt een escape room ook prima zelf ontwerpen en bouwen. En dat is wat we in deze missie gaan doen. We gaan de geheimtalen uit de vorige missie gebruiken om een escape room te bouwen. Kies zo dadelijk één van de templates. Zoek één of een aantal mensen die je escape room willen gaan spelen. En stuur ze meteen maar weer weg. Ze mogen natuurlijk niet in de buurt zijn terwijl jij je escape room bouwt. Volg dan de instructies op je gekozen template. Bedenk je puzzels, verstop ze en bouw je escape room. Ben je klaar? Druk dan weer op play. Dan vertel ik je de vervolgstappen. Tot zo! Is het gelukt? Spannend. Ik ben benieuwd of de spelers hem kunnen oplossen. Breng zo de speler of spelers naar jouw escape room. Vertel ze het verhaal van je template, start de timer en wens ze succes. Blijf er wel zelf bij, want een escape room heeft ook altijd een escape room master. Iemand die de oplossing kent en zo nu en dan een tip of hint kan geven. Maar maak de hints niet te makkelijk. Want het is natuurlijk leuk om de spelers te zien worstelen met jouw puzzels. Succes! En is het ze gelukt de oplossing te vinden? Je hebt in ieder geval je 4e badge verdiend. In deze missie heb je zelf een aantal encryptiemethoden gebruikt om berichten te versleutelen, net zoals op het internet gebeurt. Maar misschien heb je ook wel gezien dat niet alle encryptiemethoden even sterk of moeilijk waren en dat ze dus gehackt werden. Toen je de escape room aan het bouwen was, heb je dus eigenlijk een soort stappenplan gemaakt. Een stappenplan om te ontsnappen uit de escape room. Zo'n stappenplan noem je ook wel een algoritme. Een algoritme is een reeks instructies die je kunt gebruiken om een probleem op te lossen. In dit geval was het stappenplan het algoritme geheim en moesten de spelers elke stap proberen te ontcijferen. Maar meer over algoritmes in de volgende missie. Ik ben erg benieuwd naar de escape room die jullie hebben gebouwd. Ik zou het leuk vinden als je een foto met ons deelt op social media. Maar denk wel aan ieders privacy en de context. De links naar onze sites vind je hieronder. Tot de volgende missie.